fiets ik langs het Oostende. Helemaal uitgestorven. We gaan eens even binnenkijken. Daar zien we de directeur Gert van den Heuvel. Wat is hier aan de hand allemaal? Nou, wij hebben eergisteren aan het einde van de middag besloten dat wij volledig gaan over zijn gestapt naar online onderwijs. Omdat wij het fysiek onderwijs hier in de school niet meer verantwoord vonden. Zijn er mensen met klachten? Nou, het aantal besmettingen nam dusdanig toe. In de twee dagen voorafgaand, of de drie dagen eigenlijk voorafgaand aan deze beslissing. Dat wij ons genoodzaakt zagen om deze behoorlijk rigoureuze beslissing wel te nemen. En ging het dan om leerlingen of docenten? Eigenlijk om allebei. Het ging zeker om leerlingen. Maar er waren ook een aantal docenten die positief getest waren. En als je dat optelt bij de docenten die al vanuit huis werkten. En het aantal leerlingen dat al thuis zat om verschillende redenen. Werd het percentage online onderwijs wat er sowieso al gegeven werd ook zo groot. Samen opgeteld met de tendens die je eigenlijk ziet in de cijfers deze week op school. Dat wij deze keuze hebben gemaakt. En om hoeveel leerlingen en hoeveel onderwijzend personeel gaat het? Nou, ja, kijk, de absolute aantallen zeggen niet alles. We hebben nu 16 leerlingen die thuis zitten waarvan we weten dat ze deze week positief getest zijn. 4 collega's. Dat is op een relatief kleine school als deze zijn dat grote percentages. En daarbij zijn er al heel wat leerlingen die om allerlei redenen in quarantaine zitten en ook collega's. Waardoor je toch al een groot percentage online onderwijs had. En dat zou nu alleen nog maar veel groter worden. Ook omdat het zich centreert in 3 klassen die je dan in zijn geheel sowieso al naar huis stuurt. Maar het wiel uitvinden wat betreft digitaal lesgeven, dat hoeft niet meer, want daar hebben jullie al ervaring mee. Klopt. En de scenario's om hierop over te schakelen, die lagen ook helemaal klaar. Dus vandaar dat wij, we hebben dit woensdagmiddag besloten. We hebben dan donderdag de eerste 2 uur vrij afgegeven, zodat leerlingen en collega's nog spullen uit school konden halen. En vanaf het 3 uur zijn we direct al overgeschakeld op online onderwijs. En dat lukte goed. En is er al een tijdpad uitgezet? Dit is voorlopig voor hoe lang? Dit is voorlopig tot de kerstvakantie. En dan gaan we natuurlijk de ontwikkelingen die de komende weken zich gaan ontvouwen, gaan we heel goed in de gaten houden. En dan zullen wij in de loop van de kerstvakantie een besluit nemen over de periode na de kerstvakantie. Maar dat besluit is nog niet genomen. Oké, nou, wij houden de boel ook in de gaten. Heel fijn. Sterkte ermee. Dank u wel.